Yo, wat op gasten, tot nu kijken naar deze gloednieuwe FIFA 19 nieuws. Vandaag zijn de nieuwe icons bekendgemaakt, een paar nieuwe. Hier zie je er al een, Basio, een Italiaan, is een nieuwe 93 icon. Je kan het niet heel goed zien op het scherm. Ik vind het ontzettend ziek dat EA nu al bekend maakt. Vandaag komen er nog meer. Hier zie je ook een beetje het logo van Ultimate Team. Neymar, Dybala en De Bruyne zijn een van de sponsoringen. En hier de eerste Nederlandse icon, Seedorf. Seedorf komt erin. Daar ben ik zo blij mee. Daar ben ik zo hyped voor. Maar er is nog één speler uit Nederland die ik ontzettend graag zou willen zien. En dat is Johan Cruijff. Ook Makelele. Ik ken hem zelf niet heel goed. Hij wordt 90 rated. Komt erin. Cannavaro, ja, weer een Italiaan, komt er dus in, fucking ziek. Car design, ja, ik weet niet wat ik van moet vinden. Ik vind hem aan de ene kant wel ziek en aan de andere kant denk ik, ik vind hem niet heel mooi of zo. Misschien moet ik er ook aan wennen hoor, want ik heb wel vaker dat ik iets niet heel ziek vind aan het begin bij FIFA. Ik moet er gewoon even aan wennen, denk ik. En de Chinese Super League, ja, zoals je in de foto's hier ziet, is ook geleakt. Dus dat is ook best ziek. Pas even kort wat FIFA 19 nieuws vanavond om 3:15. Wordt er meer bekendgemaakt, nog meer nieuwe icons. Dus wees daar klaar voor. Ik heb er ongelooflijk veel zin in en ik ga zeker kijken. Dit was de video. Ciao gasten.